Dus daar waren ze helemaal gelukkig mee natuurlijk. Is ze hem kwijtgeraakt op die verjaardag? Nou, hopen dat hij nog gevonden wordt. Goedemorgen, het is zaterdag en we zijn al aangekleed, we zijn al eventjes wakker. Ik heb vandaag dit shirt aan van Envy, rok ook van Envy en mijn Guess sneaker wedges. En Sarah heeft een hele leuke flamingo body aan, ik weet eigenlijk niet waarvan die is, want het staat er niet in. Rokje H&M en ook de Nikes. Nee. En we zijn eigenlijk lekker heel weinig aan het doen, we gaan zo naar verjaardag. Cadeautjes staan klaar in de kast, die gaan zo mee. En ik moet wel zeggen, morgen ga ik iets heel leuks doen, maar ik ben er te veel over aan nadenken, dus ik word nu een klein beetje zenuwachtig voor. Maar ik heb er echt mega veel zin in. Dus sta ik even mijn gedachten ervan af, dan kan ik het morgen gewoon weer leuk vinden. Oh, krijg ik jouw pakje? Smaakt naar perenijsjes. Dat is echt heel lekker. Zo, ik krijg net een vraag van Sarah, dat ik echt denk, oké, hoe ga ik dit nou weer beantwoorden? Sarah die vraagt net, hoe is water gemaakt? En dan bedoelt ze niet dus het stukje regen en alles, hoe dat dan heen en weer gaat, maar echt hoe water gemaakt is. Dus, ik krijg precies nu ik het zeg, antwoord van oma. Moet ik het voorlezen voor jou? Nee. Ik wist echt niet hoe ik die vraag moest beantwoorden. Ja, maar dit is best wel een stukje om te lezen. Okay. Ja, goed luisteren. De hele wereld is gemaakt van mini kleine stukjes. Zoiets als Lego. Maar dan zo klein dat je ze niet kan zien. Van die stofjes, ze heten atomen, heeft de natuur allemaal mooie en nuttige dingen gemaakt. Zo is er zuurstof. Dat heb je nodig om te ademen. En leven. Ja, dan ga je ervan leven. Als je dat combineert met waterstof, dan krijg je water. En als je... Of net zoals je 10 soorten Lego wel met honderden, duizenden verschillende dingen kunt bouwen, heeft de natuur van atomen ook heel veel verschillende dingen gemaakt. Snap je het nu? Ja. Ja? Ja. Oké. En dan krijgen we de volgende vraag van Sarah. Ben je scherp? Hallo? Ja. En dan komt Sarah gelijk weer. Hoe zijn atomen dan gemaakt en wat zijn dat dan precies? En ik snap wel bepaalde dingen, maar haar vragen gaan me echt wel een beetje... Dankjewel. Die zijn best wel lastig en dan helemaal om het uit te leggen. Dus ik stuur ze gewoon lekker door. We gaan nu heel even snel naar de buurvrouw. Die maakt het jurkje voor de bruiloft die we binnenkort hebben. Dus daarna gaan we naar de verjaardag. Hey Noah, hey Livia, die eikeldingen. Ja, Livia het maar openmaken. Ja, dat klopt. Ja. Alleen ik weet het. Ik wil mijn camera pakken. Wil je met mijn skateboarden? Ja, altijd mijn hand. We hebben helemaal vergeten. We hebben echt heel veel. Dan moet je het uitleggen wat het is. Oh, en jij? Kijk eens, welke jij? Oké, jij moet helpen. Dit gaat schrijven. Dit zijn het knoop halen. Kijk, zal ik je heel even een beetje helpen? Kijk eens. Mag ik een skateboard halen voor in de tuin? Wacht even, Kweer. Oh, die is mooi. Weg te mee. Gaan we zo meteen even opnieuw proberen. Ja. Okay. We zijn thuis en het was echt mega, mega gezellig. Ik heb echt waanzinnig gelachen. Ik vind het wel echt zielig. Sarah had voor de vriendinnetje vriendschapkettingetjes gekocht voor samen, voor allebei één. Ik weet eigenlijk niet of ik dat gefilmd heb. Dus daar waren ze helemaal gelukkig mee natuurlijk. Is ze hem kwijtgeraakt op die verjaardag? Nou, hopen dat hij nog gevonden wordt. En dan gisteren met het elastiek was ze ook al zo verdrietig en nou weer je vriendschapketting weg. Dus ik heb echt wel even met het te doen. Dat zijn natuurlijk zeker als je 5 jaar bent mega teleurstellingen. Al vind ik nog wel knap dat ze er toch wel probeert positief mee om te gaan. Dus dat vind ik wel heel mooi. Maar ja, ik heb wel met het te doen. Ik ga er nu even klaarmaken voor bed. En ik ga even rustig aan doen. Morgen wel echt zo'n zin in. Dus maar dat ga je niet zien. Ze werd net wakker. Ik denk dat ze... Last heeft van groeipijntjes. Het is elke keer met slapen en bij de knietjes en de enkeltjes. Het is elke keer verschillend. Dus dat vermoed ik heb ik. Wat wilde ik vertellen?
Oh ja, ik heb mijn GoPro gepakt. Die ga ik morgen mee voor het eerst. Ik ben heel benieuwd naar de beelden. En deze camera ga ik zo even opladen. Wat morgen mijn accu wel vol is. Dat vind ik wel leuk. Ik zou het echt zonde vinden als het uitgerekend morgen leeg is. Dus even die dingetjes doen. En dan ga ik zo naar mijn bed. Ik was vergeten de vlog af te sluiten. Vergeet vooral morgen niet te kijken. Ik heb er echt heel veel zin in. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik je morgen. Doei!